Heel knap gedaan dat paasje. Een goede koude kans nu. Prachtige aanname. De counter zag er veelbelovend uit. Hij is niet in zijn eentje. Ja, en nu? De paas lijkt goed te zijn. Oh, knalhard schot. Dat is een hoekschop. Grote paniek en weggewerkt uit de... Gaat hij alleen door of speelt hij de bal af? Hij is er door. Belangrijke ingreep, maar wel een vrije trap tegen. Gele kaart. Nu moet hij toch. Hij neemt de bal mee richting het doel. Ja, je kunt het proberen van zo'n afstand. Maar dit schot is tamelijk kansloos. Een beeldschoon balletje. Staat er goed voor. Gaat lekker. Hij gaat voor een sliding. Blijf kijken. Hij kopt. Een enorme. Oei. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht. En daar is hij dan. Een uitstekend idee van de paas was goed, maar er zit iemand tussen. Dat is een duidelijke strafschop. Kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Mooie paas, zeg. Watson. Speel af. Dit kan hem worden. Een schot. We gaan rusten. Overzicht van de overtredingen. En hier is probeert iets nieuws. In de hoop op voorsprong te komen. Ja, en nu? Hij gaat ervoor. Ze proberen wel op voorsprong. Hij had hem te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Het was op zich wel een goede tackle. Beetje pech dat hij de bal niet kon vasthouden. Ja, goed. Dit loopt lekker. Gaat hij het redden? Ze scoren en pakken de leiding, jullie. Ja, dat is dik verdiend. Dat was een mooi geplaatst schot. Hij wist waar hij hem wilde hebben. Ja, en daar zijn ze de bal kwijt. Zag er niet al te best uit daar. En nu moeten ze counteren. Maar kunnen ze dat ook? Wordt dit wat? Ja, in het net! Zijn tweede doelpunt. De spelers lijken er weinig fiducie meer in te hebben. De spelers van de thuisclub stralen onzekerheid uit. En dat... Hij schiet. En hij zit erin! Ze houden niet op. Aan zo'n voorsprong is nu niets meer te doen. Nee, dat redden ze niet meer. Overzicht gedeeld over de teams. Ja, en... hij neemt hem. Het gevaar blijft. Ingooi. Bal kwijt in gevaarlijk gebied. Dat zou een verrekte spier kunnen zijn. In ieder geval heeft hij hier knap last van. Ja, die ging hard. Gered, maar de bal komt terug. De keeper onderschept de bal. Die paas is goed. Die verdedigers is hij kwijt. Kijk nou. Hij zag niet wat er om hem heen gebeurde en peerde de bal dus weg. De bal gaat uit. Inworp. Er gaat een speler ver. De trainer neemt hem tegen zichzelf in bescherming en haalt hem van het veld. Om een man te moeten missen. Een logische wissel dus. Vindt zijn man. Ineens genomen. Hij knikt de bal.
Ja, en nu? Dat levert gevaar op zo'n schot. Super. Komt in met een sliding. Hij krijgt hem op de slot. Blijft gevaarlijk. Daar komt de corner aan. Een overtuigende overwinning, hoor. En verdiend, als je het mij vraagt. Ze waren stukken beter.